Het ooit zo succesvolle Château Meiland lijkt in een neerwaartse spiraal terecht te zijn gekomen. Na jaren van hoge kijkcijfers staat de familie nu voor dalende kijkersaantallen. Waar de voorgaande seizoenen nog regelmatig meer dan 1 miljoen kijkers trokken, is dat nu teruggelopen naar ongeveer 700.000 kijkers. Martien Meiland had eerder aangegeven te overwegen te stoppen als de kijkcijfers onder 1 miljoen zouden zakken. Wat is nu zijn standpunt hierover? Volgens Maxime Meiland begint de familie steeds serieuzer na te denken over het beëindigen van de serie. Het zou me niet verbazen als er een moment komt waarop wij denken, nou, het is wel genoeg geweest, deelde ze mee aan het tijdschrift Party. Hoewel de uiteindelijke beslissing bij haar ouders ligt, lijkt de hele familie dezelfde gedachten te delen. Ze denken er allemaal over na. Wat dat betreft zitten we op 1 lijn. Je moet niet geforceerd iets bedenken voor de serie alleen maar om door te gaan, aldus Maxime. De kijkers lijken inmiddels genoeg te hebben van de constante verbouwingen van de Meilandjes. Het afgelopen seizoen stond volledig in het teken van de renovatie van het pension. Voordat de afleveringen zelfs maar op tv waren, viel al bijna te voorspellen wat er zou gebeuren, Maxime die klaagt, Martien die schreeuwt en Erika die haar eigen weg gaat. Op Twitter was te merken dat het klussende gezin, dat voortdurend onderling moppert, steeds minder populair wordt. Een snelle zoektocht naar de afstandsbediening, twitterde iemand cynisch. De krijskatfamilie, ze maken meer lawaai dan een jaloerse papegaai. Een andere kijker sloot zich hierbij aan. Ik ben er klaar mee.